In moderne monumentenstad Middelburg kan je met gidsen een wandeling maken door de stad. Er zijn cultuurhistorische wandelingen, culinaire varianten en er is zelfs een stegentocht die je kennis laat maken met de boeiende achterkant van de stad. Vandaag gaan we eerst mee met de cultuurhistorische wandeling en krijgen we zelfs exclusief toegang tot het oude stadhuis. Ik ben Ineke. Ik ben een importzeel. Vanuit Breda ben ik hier 30 jaar geleden komen wonen. En als ex-verpleegkundige ben ik nu een zeer enthousiast stadsgids in een stad waar ongelooflijk veel moois te zien is en waar ik elke keer nog nieuwe dingen ontdek. In 800 is de stad hier gesticht op een verhoging in het landschap ter verdediging tegen de Vikingen. De stad heeft drie zeer welvarende periodes gekend, met name door de handel in wijnen uit Zuid-Europa, de komst van de VOC, de West-Indische Compagnie en later de Middelburgse Commercie Compagnie. En ook een niet onbelangrijk stuk geschiedenis van Middelburg is de Tweede Wereldoorlog. We staan hier in de Abdij van Middelburg, gesticht in 1123. Heel erg lang het religieuze centrum van Middelburg geweest. Wij hadden zelfs een bisschop op het laatst, Nicolaas de Castro. Na de opstand, oftewel de 80-jarige oorlog, is alles hier veranderd. Kreeg het de functie van admiraliteit en de Staten van Zeeland. En het groeide uiteindelijk uit tot wat het nu is, het provinciehuis van Zeeland. We zijn nu bij de Kloostergangen, een prachtig stukje verstopt Middelburg waar ik u graag mee naartoe neem. Ooit de tuin waar een pomp stond voor de broeders. Later kreeg het hele andere functies. Het is nog helemaal in volledige staat. We staan bij het monument voor het afschaffen van de slavernij in 1863. Dat staat hier omdat in dit gebied de Middelburgse Commercie Compagnie in 1720 werd opgericht. Hun core business was de transatlantische handel. Onderdeel daarvan was de slavenhandel. Elk jaar vieren wij hier Keti Koti. De stadsgids neemt je vervolgens mee naar allerlei verborgen parels in de stad. Plekken waar je zelf niet zo snel zal komen, met elk zijn eigen verhaal. Je wandelt ook langs een aantal plekken die gebruikt zijn als decor voor diverse films, zoals De Slag om de Schelde. We staan hier in het smalste, maar tevens ook leukste steegje van Middelburg. Vroeger waren alle steden van hout, veel stadsbranden en men ging daardoor vanaf 1500 stenen huizen bouwen. Maar men besloot wel dat er vluchtwegen en mede daardoor brandgangen moesten ontstaan. En op die manier hebben we in steden heel veel van dit soort leuke steegjes. Middelburg kent vele steegjes. Als je deze allemaal wilt ontdekken, kun je ook een speciale stegentocht boeken. Liever de culinaire kant van Middelburg ontdekken tijdens een wandeling? Ook dat is mogelijk. Meer informatie over deze wandelingen en hoe je deze kan boeken, vind je uiteraard op All Yours via onderstaande link.